Je moet maar de ballen hebben om op deze manier zaken te doen. Letterlijk. Jong leren, dat doe je altijd met twee handen gooien. Dus dit is bijvoorbeeld de kaartjebalmethode. En dat gaat heel langzaam als je straks een professioneel jong leren wordt. Want in de praktijk blijkt dat veel mensen het jong leren niet proberen vanwege de angst dat de ballen vallen. Een geruststelling. Die ballen kunnen er wel tegen. Nu jij nog. Wat ik doe, ik heb er hier twee in deze hand. Dit is de volgershand. En hier één. Nou begin ik met de hand waar de meeste ballen in zitten. Goed kijken. Ik gooi. En gooi. En gooi. Verder doe ik niks. Ga het maar doen. Het is heel simpel. Wie gaat jong leren, krijgt een beter probleemoplossend vermogen. En wordt creatiever. Dat is nu precies het effect wat je nodig hebt om goed zaken te doen. En om meer te halen uit je saaie, slaapverwekkende zakenvergadering. Maar ja, zijn we nog eens dat kunnen? De Leeuw Circus Events biedt een kort intermezzo voor vergaderingen. Van een kwartier tot een half uur, waarin iedere deelnemer leert hoe hij met drie ballen kan gooien. De basis van het jong leren. Verbazingwekkende resultaten, want wie deze uitgekiende methode probeert, komt verder dan ooit. Word slim. Je kunt het. Zaken doen met ballen.